Hallo allemaal, welkom weer op mijn kanaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Nou, hij is er vandaag, de langbeloofde Colourpop Lippy Stash van mij. Dus al mijn Colourpop lipproducten ga ik nu aan jullie laten zien in swatches, in lipswatches. En het is best wel veel. Ik bewaar al mijn Colourpop lipproducten in deze laadjes die je hier ziet. Die zijn van de Action en die kunnen jullie ook zien in het deel 1 van mijn Colourpop Stash. En die zal ik hierboven linken. Ik heb in totaal 4 lippy sticks, 2 metallic lips, 4 lipglosses en 8 ultra satin lips. Dat is wat ik tot nu toe heb. Ik heb geen ultra matte lips nog. Ja, ik wil het wel weer gaan proberen, maar ik had een keer een hele mooie. Dat was Bumble en die is echt heel mooi. Alleen ik vond het zo droog. Het was echt al na 5 minuten dat ik op had, dacht ik, ach, ik vind het gewoon te droog. En dan ga ik aan mijn lippen likken en nou, dan wordt het gewoon heel lelijk. Maar ik hoorde al dat je er bijvoorbeeld een druppel arganolie in kan doen. Gewoon in één druppel in het hele lipproduct. En dat het dan al een stuk beter is. Dus misschien ga ik er toch nog een keer een paar bestellen. En het toch nog een keer proberen. Want er zitten hele mooie kleuren bij. Maar vooralsnog ben ik super blij met al mijn mooie kleuren. Om te beginnen heb ik 4 lippy sticks. En de eerste heb ik nu op. En dat is Aquarius. Aquarius heeft een cream finish en het is een hele mooie nude kleur. Jullie kunnen het hier zien. Ik dacht eigenlijk toen ik hem kocht van nou, het zal wel te licht zijn. En dan verkoop ik hem wel weer door als ik hem een keer zwart heb. Maar ik deed hem op en toen was ik echt blij verrast. Ik dacht nou, ik vind dit zo'n mooie nude kleur. En hij voelt zo lekker comfortabel aan. Het loopt niet uit op de lippen. En ja, ik vind het gewoon een fantastische kleur. De tweede die ik heb is Lumiere. En Lumiere is ook ontwikkeld door Kathleen Lights. Het is een beetje een mauve-achtige kleur. En ja, daar ben ik echt gek op. En heel veel mensen zijn er heel erg gek op. Het heeft een matte finish. En hij blijft super goed zitten. Maar hij voelt absoluut niet droog aan op de lippen. En deze is ook heel mooi voor everyday. Echt een prachtige kleur. Dan een uit een nieuwe of vrij nieuwe formule. Dat is de Kami. Kami Matte X. Dat is dus een extra matte, maar deze is ook heel fijn op de lippen. En ja, de kleur is heel mooi oud roosachtig. Hij lijkt bij mij op de lippen heel erg op Mac Mare. En ja, ik ben er heel erg dol op ook. En als laatste en mijn nieuwste lipsticks aanwinst, dat is Razor of Razor. En het heeft een matte finish. Dit was ook een samenwerking met iemand die ik eerlijk gezegd niet ken. Maar de collectie is nu niet meer verkrijgbaar. Een mooie ja, nude kleur. Een beetje bruin met een wat oranje ondertoon erin. En deze vind ik ook heel erg mooi. Dan heb ik 2 ultra metallic lips. Deze zijn ook een paar maanden terug uitgekomen. Omdat de metallic lip helemaal een beetje een hype is. Ik ben er niet enorm van, maar ik vind ze toch wel heel mooi. Heel verrassend. Ik heb er 2. Overgehouden, want ik had er meer, maar ik heb toch wel weer heel erg serieus naar mijn stash gekeken van wat kan ik houden, wat kan weg. Anders wordt het gewoon te veel. Zebra is een beetje een bronsachtige kleur en ik vind hem echt, echt heel mooi. En ik denk dat ik hem voor de herfst ook wel vaker ga dragen. En de formule van de metallic lip is een beetje moeserig, maar hij blijft ook wel weer heel erg goed op zijn plek. Een nadeel vind ik wel als hij afslijt dat je soms alleen... dat de glitters zeg maar een beetje op één plek, de metallic deeltjes op één plek gaan zitten. En dan ziet het een beetje vreemd uit. Dus je moet af en toe wel even goed kijken van, goh, is hij nog mooi op zijn plek. En Queen is een hele mooie ja, rode metallic kleur. En die vind ik ook echt super mooi. En ik denk dat deze 2 beide heel mooi zijn voor het herfstseizoen. Je ziet nu achter me, 1 bakje is leeg. Want ik heb hier nog 4 lipglosses in mijn hand. En 2 zijn hele schattige minis. Ik zal even de grote ja, erbij pakken. Deze is dus full size en dit is een mini size. En die kreeg je toen gratis bij je bestelling. Als eerste heb ik een heel mooi nude kleurtje. En dat is Finders Keepers. En die heb ik ook in het groot besteld. Die is onderweg. Want ik vind dit echt zo'n mooie kleur. Hij is een beetje ja, nude mauve-achtig ook. Ik heb hem al bijvoorbeeld een paar keer over Lumiere heen gehad. En dat vind ik echt heel mooi. Dus je kan de lipgloss op zichzelf heel mooi gebruiken. Maar ook heel mooi als, ja, als extra glans op een matte lipstick. Dan maak je hem gewoon weer wat mooier. En de tweede mini die ik heb is Tokyo Tea. Dit is een hele mooie ja, felle roze kleur. Hij heeft een ietsjes koraal in zich, heb ik het idee. En eigenlijk kan je hem heel mooi op zichzelf gebruiken. Hij heeft een enorm goed pigment. Het is echt een hele mooie zomerse kleur. Dit is de kleur Rio.
En Wio heeft, net als de andere eerste twee die ik net noemde, de minis, hebben een crème finish. En een crème finish in lipgloss betekent geen glitters. Het is heel mooi nude, op zichzelf heel mooi. Maar ook over andere lipsticks heen kan je hem heel mooi gebruiken. En als laatste, ook een beetje out of my comfort zone, is dit My Jam. En My Jam is een metallic, dus niet een ultra metallic lip, maar een ultra metallic gloss. En dit is echt een prachtige, ja, licht roze, ja, soort rosé gouden kleur. En er zit volgens mij wel gouden en zilveren shimmers in. Is ook heel mooi op een bijvoorbeeld een hele intense lipstick. Maar hij is ook gewoon prachtig op zichzelf. Als je wat meer rustigere ooglook hebt zonder al te veel glitters, bijvoorbeeld mat, dan kan je deze ook heel mooi gebruiken. En het ziet er gewoon verzorgd en netjes uit. Ik zie dat de laadjes achter mij nu leeg zijn. Dit zijn mijn laatste 8 Ultra Satin Lips. Het is absoluut mijn favoriete formule van de liquid lipstick, zeg maar. Deze is namelijk niet heel droog en voelt heel comfortabel aan. Blijft lang zitten, maar geeft wel wat af. Dus dat moet je... ja, van houden. De Ultra Matte Lip geeft volgens mij helemaal niet af, maar die voelt voor mij te droog. En ik vind het niet zo erg dat het een beetje afgeeft. Het geeft af, maar dan denk je misschien als je bijvoorbeeld naar je koffiekopje kijkt van oh jee, alles is eraf. Maar dat is dus niet zo. Er zit zoveel pigment in deze jongens dat ja, het gaat er echt niet snel af. Het blijft best wel... ja, echt uren en uren op zijn plek zitten. En vaak als ik hem 's ochtends opdoe, ga ik hem pas na de lunch rond 2 uur of zo bijwerken. Dus dat is prima. Ik begin even met de nude kleurtjes die ik heb. Als eerste heb ik hier Echo Park. En Echo Park is een hele mooie lichte nude kleur, maar net niet te licht voor mij. En er zit een beetje een rozige ondertoon in. En dit is echt één van mijn favorieten. Ik vind hem echt zo mooi en ik gebruik hem heel vaak. Dan nog een favoriet. Dit is Dopey. En Dopey is een hele mooie, een beetje roze-paarsige kleur. Bij de ene is hij wat rozer, bij de ander wat paarsig. Het is echt weer een beetje zo'n mauve-achtige tint. En ook echt heel mooi. En deze draag ik ook echt heel vaak. Dus deze kleur vind ik ook heel mooi. Die ik nog niet zo vaak droeg, maar wel in een video onlangs. En dat is de kleur die Kathleen Leitz ontworp. En dat is Point Zero. En Point Zero is een hele koele bruine kleur. En ik kan hem op zich hebben op zichzelf, maar ik vind het wel een beetje bijzonder. Het is niet dat het lelijk staat, maar ja, het is echt een beetje zo van dat je denkt, nou, ik moet er even aan wennen. De volgende kleur is Frick & Frack. En dit was mijn eerste Ultra Satin Lip. Ik had er toen een Ultra Satin Lip besteld en een Ultra Matte en 2 oogschaduws om eens te beginnen. En die Ultra Matte heb ik dus toch al snel weggedaan, maar deze bleef echt favoriet. En ik denk dat dit een tint is die ik wat vaker in de herfst draag, roestachtig. En er zit misschien ook wel iets rood door. Ik vind hem echt, echt heel erg mooi. Dan gaan we over naar de wat fellere tinten. Dit is de kleur Brooklyn. En Brooklyn is gewoon een hele mooie, oprecht roze kleur, vind ik. Ik vind hem prachtig voor de zomer. Ik heb hem ook echt een aantal keer gedragen. Ook op vakantie heb ik hem meegenomen en lekker naar het strand opgedaan. Het is gewoon een hele mooie roze, best wel felle lip. En ik hou ervan. Ik vind het in ieder geval een prachtige zomerse kleur. Dit is Molly. En Molly is gewoon een hele mooie paarse kleur. Maar er zit een iets teruggedrongenheid in. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar het is niet heel donkerpaars, maar een beetje mediumpaars. En er zit waarschijnlijk een beetje een wit tintje in of zo. Waardoor die gewoon bijzonder is. Laat ik het zo maar zeggen. Ik vind hem echt prachtig. En ook deze was mee op vakantie. En die heb ik regelmatig opgedaan naar het strand. De volgende kleur is Cozy. En Cozy is gewoon een hele mooie rode kleur. Maar met een flinke oranje ondertoon erin. Ik hou wel van oranje. En ik vind het gewoon ook heel zomers en chic wel staan. Dus dit is echt een mooie kleur om in je stash te hebben als je ook een beetje van de rode tinten houdt die naar oranje neigen. En als allerlaatste, en deze heb ik nog niet zo lang. En dit is dus de kleur London Fog. En dit is echt een prachtige, gewoon oprecht rode kleur. Het is gewoon echt een hele mooie rood. En ik hou gewoon heel erg van rood. Ik denk dat er een beetje een blauwige ondertoon in zit. En dat staat ook bij heel veel huidtypes
wel heel mooi. Dit waren al mijn lipproducten van Colourpop. Ik kan je zeggen, mijn lippen staan echt een beetje in de fik van al het afhalen, het weer opdoen. En het leek me dan ook goed om af te sluiten met een rode lipstick, want ja, dan zie je die irritaties ook niet. Dit is dus mijn laatste Ultra Satin Lipstick London Fog die ik nu weer op heb. Dus ik begon met de eerste, de intro, en ik eindig met de laatste. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Misschien helpt dit ook de keuze mochten jullie een Colourpop bestelling gaan doen of een keer iets van iemand kopen. Welke kleur jullie mooi vinden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe duimpjes omhoog als je deze video leuk vindt. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. En dan mis je geen video's meer. Tot de volgende keer. Doeg!